Nieuwe dag, nieuwe knopen. Ik ga vandaag een hourglass maken. Deze is bedacht door Alex Krasny. Hij bestaat uit twee knopen. Dus de kans dat je aan het freubelen bent en dat er dan in één keer zoiets uitkomt, is vrij klein. Ik heb een vrij lange das dit keer. Niet dat ik het nodig heb, maar ik vond dit gewoon een mooie. Ik heb de brede zijde aan mijn rechterkant. Dus deze video is gespiegeld. Je kunt eigenlijk gewoon meedoen. Dunne zijde hier. Ik begin met de simpele 4-in-the-hand knoop. Meestal is de afmeting van de das, als je hier die schuine naad hebt op je das, kom je meestal goed uit. Dus die heb ik aan mijn linkerkant. Ik sla hem één keer op die naad over mijn nek heen. Vervolgens ga ik er één keer voorlangs, zodat ik een lus krijg. Ik ga achter de das langs en ik haal de brede zijde door de lus heen. Dit is de meest eenvoudige knoop die er is. Veel mensen gebruiken hem ook onder spijkerbroeken, etc. Knoopje los. En dan vervolgens kun je daarmee rondlopen. Nou, nu komt het. Nou moet je hem hier even aantrekken en ervoor zorgen dat je op de juiste lengte zit met de brede zijde. Want als je eenmaal klaar bent daarmee, doe je hier niks mee. Op die met deze kant doe je niks meer. De tweede helft van de knoop wordt met het dunne gedeelte gedaan. Dus ik heb ervoor gezorgd dat hij nu op de juiste afstand zit. En dat ik de kraag kan omlaag. Dus eigenlijk heb je hier een vrij eenvoudige knoop. En wat ik nou ga doen is, ik ga de tweede knoop maken. Maar zoals je ziet, als ik in één keer hier gewoon omheen sla, dan krijg ik dus de naad van mijn das, die komt naar buiten toe. Dat willen we niet. Wat je doet is, je pakt de korte zijde en die trek je gewoon naar de zijkant toe. En zorg ervoor dat je de naad zo naar de binnenkant toe haalt. Zo draaien. Ik zorg ervoor dat ik dit krijg. Vervolgens draai ik om de das heen. Ja, en haal ik de lus achterlangs door die lus die ik nou net heb gecreëerd. Ja, dus ik krijg dit. Draai me doorheen. En vervolgens haal ik hem door die lus. Dan heb je nog steeds een vrij losse knoop. Dus wat je nou gaat doen is, je gaat hem aandraaien, aantrekken, aandraaien, aantrekken. En je zorgt ervoor dat je hier met deze tweede knoop aan kunt sluiten met je eerste knoop. En dan is het een kwestie van, ja, wat vind ik mooi en wat niet. Sommige mensen, zelfs de maker, die vindt het geweldig als hier een stukje open blijft, zegt hij. En anderen die zeggen, ja nee, dat vind ik niks. Dat moet totaal gesloten zijn. Ik laat hem expres even open. Omdat ik zelfs iets heb, ik wil wel eens proberen hoe dat hier uitziet als hij zo mee open is. Nu lijkt het net alsof dat er iets doorheen komt, zeg maar. Het zijn eigenlijk twee dingen. Als ik hem aansluit, krijg je dit. Dan valt hij eigenlijk veel minder op in één keer. Maar dus persoonlijk, moet maar kijken wat je er zelf van vindt. En hiermee hebben we hem. De Krasny Hourglass. Vind je hem leuk? Laat even wat weten. Doe je hem een keer na, stuur een foto. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik wil weten wat mensen aan het doen zijn. Dus succes met deze knoop.